Goedenavond allemaal, mijn naam is Earl Kerrijec. Ik ben officieel spreker van SkyWorld Community voor Nederland. Ik ben lid voor het communicatieteam voor Nederland. Daarin verzorgen wij de communicatie vanuit de fondsen, of vanuit het fonds SkyWorld Community en Unitsky String Technologies, dan wel USky Transport, naar iedereen in Nederland. En mochten er vragen zijn, dan zullen wij die ook beantwoorden. Ik doe dit samen met Nettie Sommers en op de achtergrond of achter de schermen hebben we nog een aantal andere mensen die zich ook inzetten om de communicatie die vrijkomt zo goed mogelijk met ons allemaal te delen. Daarnaast ben ik officieel gebruiker van de applicatie AdvaHunter. En AdvaHunter is een augmented reality based applicatie waarin het mogelijk is om visualisaties te maken van Unitsky String Technologies. En daar kom ik later in deze presentatie op terug. Op dit moment is het milieu een hot item. Dat wil zeggen dat we te maken hebben met klimaatsveranderingen en allerlei soorten situaties die daarmee van doen hebben. Er worden ook talloze situaties bedacht om het klimaat een stukje terug te dringen, om de klimaatveranderingen iets langzamer te laten verlopen dan dat we nu ervaren. Een hele hoop ideeën zijn goed. Sommige ideeën lijken goed, maar die zijn slecht. Ronduit slecht, kan ik niks anders van zeggen. Maar sinds 1978 is er ook een andere persoon die zich het lot van het klimaat tot zichzelf heeft toegetrokken en is gaan kijken van wat zou ik kunnen doen om de wereld een stukje beter achter te laten dan dat hij nu is. En die persoon heeft natuurlijk iets bedacht. En dit zijn eigenlijk de vier pijlers van Unitsky String Technologies, dan wel Anatoly Unitsky. En wat zien we hier? We hebben hier U-Energy, dat is windenergie en dergelijke. Dan hebben we U-Terra, dat is een vruchtbare grondverbeteraar. Dan hebben we U-City, dat zijn lineaire steden. En we hebben U-Transport of Unitsky String Technologies. En wij gaan ons in deze webinar voornamelijk richten op Unitsky String Technologies. Dus dat is voor jullie op jullie scherm rechtsonder. Maar het geeft wel aan wat voor totaalconcept Unitsky String Technologies uiteindelijk is. En wie is dan de bedenker van de vier pijlers? Wie is de bedenker van Unitsky String Technologies? Dat is Anatoly Unitsky. Anatoly Unitsky is op het oostelijk deel van onze aarde een zeer bekend persoon. Maar hoe westelijk hier gaat, hoe minder bekend Anatoly Unitsky is met zijn uitvindingen. Dat het een bekende persoonlijkheid is, dat geeft deze informatie op jullie sheet wel aan. Hij heeft samenwerking met de Verenigde Naties, verschillende boeken geschreven, ook verschillende prijzen gekregen voor het werk wat hij heeft verricht. En dat is een werk van meer dan 40 jaar. Dus hij is meer dan 40 jaar bezig met zijn doel om de aarde een stukje beter achter te laten dan dat hij nu is. En om de mensheid en de natuur een stukje terug te geven. Nou, dit is ook weer Anatoly Unitsky met een van de vele patenten. Want in de afgelopen 40 jaar heeft hij verschillende certificaten en patenten ontvangen. En waar zijn die certificaten en patenten voor nodig? Die zijn er voor nodig om hetgeen wat hij heeft bedacht ook daadwerkelijk te kunnen beschermen. Dus op het moment dat hij iets bedenkt, dan gaat hij naar een extern bureau. En dan vraagt hij daar patent op aan en dan is dat beschermd. Dus dat betekent dat de concurrentie er niet mee vandoor kan. En dan rijst altijd de vraag van, goh, hebben de mensen in de Europese Unie dan liggen slapen? Zijn zij niet op de hoogte van het bestaan van Unitsky String Technologies? Zij zijn wel degelijk op de hoogte van het bestaan van Unitsky String Technologies. Als we kijken naar deze sheet, en het is een beetje klein, dat realiseer ik me ook, maar rechtsonder op deze sheet, zien jullie een certificaat met een ja-vinkje. En deze is afgegeven door de Europese Unie te Brussel, medio 2018. Dus het geeft wel degelijk aan dat de Europese Unie op de hoogte is van het bestaan. Daarnaast is Unitsky String Technologies eerder dit jaar toegetreden tot de internationale database van bonafide bedrijven. Dus dat betekent dat overheidsinstanties of andere bedrijfsentiteiten met een gerust hart zaken kunnen doen met Unitsky String Technologies. Ook is Unitsky String Technologies dit jaar verheven van een normaal bedrijf tot een wetenschappelijke organisatie. Dus we hebben hier te maken met een wetenschappelijke organisatie, waarvan menigeen zegt, ja, het is nog wel een klein bedrijf. Maar als je alle informatie van Unitsky String Technologies gaat bekijken, dan zie je dat het eigenlijk een reus in de dop is. Dus dat we hier te maken hebben met een gigantische grote start-up die straks gaat zorgen voor een wereldwijde verandering. Ook al kunnen wij ons zelf op dit moment dat nog niet goed realiseren of voorstellen. En zo ziet Unitsky String Technologies er dan in werkelijkheid uit. Deze foto is genomen op het Ecotechnopark. Maar om jullie een beeld te geven wat het dan is, geeft deze foto dat een beetje weer. We zien op de grond genoeg ruimte voor de natuur. In dit geval zien we gras groeien.
En we zien op het tweede niveau een stringere horizontaal. En we zien op de voorgrond dan verticale pilaren. Nou, zo ziet dat er ongeveer uit. Dus wat je hiermee kunt bereiken is dat modules op het tweede niveau rustig kunnen rijden zonder dat ze daar voor gebruik hoeven te maken van dezelfde ruimte als wij mensen of wij dieren. Dus je hoeft hier geen extra stukken land voor af te schrijven om daar spoorconstructen of wegen op te bouwen. Nee, je bouwt heel simpel met minimalistische materialen, bouw je een route wat ook nog eens een keer heel weinig ruimte in beslag neemt. Wat zou Unitsky String Technologies kunnen bereiken? Unitsky String Technologies kan bereiken dat ze kunnen leveren een goedkope manier om te reizen van A naar B. Goedkopere treintickets dus, of goedkopere kaartjes om het heel behapbaar en tastbaar te houden. Het is een goedkopere manier om te bouwen. Het is een efficiëntere manier om te reizen, want deze modules kunnen ook nog eens een keer energie zelf opwekken en zichzelf voorzien van nieuwe energie. En het is natuurlijk uiteraard beter voor mens en natuur. Geen CO2-uitstoot. De natuur kan rustig tot bloei komen. Dieren hebben geen last van treinen of auto's die hun leefgebieden komen doorkruisen. In het verleden heeft men natuurlijk ook geprobeerd om een transportsysteem te realiseren dat gebruik maakt van het tweede niveau. En als we kijken naar de foto op jullie sheet aan de linkerkant, dan zien we dat deze foto daadwerkelijk bestaat. Deze foto is genomen in de Duitse stad Wuppertal. Die vernoemd is naar de rivier die er doorheen stroomt. En we zien dus een transportsysteem op het tweede niveau. Dit is een monorail die ook daadwerkelijk dienst doet. Maar het geeft dus wel aan van waar mensen nu mee bezig zijn. Maar waar we ook mee te maken hebben, dat zijn ellenlange verkeersopstoppingen. Dus als we kijken naar de rechterfoto, dan zien we een file en daarin staat alles vast. De bussen staan erin vast. Dus mensen komen niet van A naar B. En dit zijn bestaande situaties in grote steden op wereldwijd, zoals Jakarta, New Delhi, Lagos. En zo kan ik eigenlijk de lijst alleen maar langer maken waarbij de infrastructuur nog niet goed is afgestemd op de groeiende capaciteit van die steden. Veelal wordt Unitsky String Technologies ook in verband gebracht of verward met een kabelbaansysteem. En ik wil bij deze pertinent weer aangeven dat het niet correct is. Een kabelbaansysteem is veelal een getrokken systeem. Dat wil zeggen dat er zowel beneden als bovenaan een heuvel een motorwiel staat. Daartussen is een kabel gespannen en daar hangen gondels aan of daar rijden gondels overheen die wel voort worden getrokken door de kabel. Op het moment dat er een motorwiel de geest geeft, dan is een ramp veelal niet te overzien. Op het moment dat er een storing is in een van de motorwielen, dan zie je ook vaak dat de gondels tot stilstand komen. Als we dan kijken naar het systeem van Anatoly Unitsky, in de vorm van Unitsky String Technologies of Used Car Transport, beide mag je noemen, dan zien we dat het systeem van Anatoly Unitsky wel degelijk gebruik maakt van een soort kabel, om het ook weer simpel en volgbaar te houden. Maar dat is een stringrail. En een stringrail is eigenlijk een kabel of een systeem wat bij elkaar is gebracht door getwiste snaren, om het ook weer simpel te houden. En daarboven op is een laagje coating aangebracht. Maar goed, daar kom ik zo meteen nog even verder op terug. Maar daarnaast hebben deze modules van Unitsky String Technologies beschikking over eigen motorwielen, hulpmotorwielen. Dus op het moment dat ze storing zouden hebben, dan zijn er altijd meerdere opties waarbij mensen of goederen nog steeds op een efficiëntere manier van A naar B kunnen reizen. En dit is een 2D-oppervlak van onze aardbol, hoe dat eruit ziet. En dan zien we dat het bestaat uit heuvels en uit dalen. Op het moment dat wij mensen iets willen bouwen, moeten wij de hele grond egaliseren. En wat je dan ziet gebeuren is dat dieren acuut in het gedrang komen. Maar goed, wij mensen hebben last van bouwlust. En ja, dan moet de boel gewoon vlak zijn. Op het moment dat de boel vlak is, dan is het tijd om de fundering te plaatsen. En de fundering neemt ook weer iets meer ruimte in beslag dan noodzakelijk. Dus je ziet eigenlijk al een soort drietrapsraket ontstaan. En als we dan eindigen met de drietrapsraket, dan zien we op de middelste afbeelding, zien we dat er bovenop een doorsnede is gelegd van een spoorconstruct. Dus als je dan kijkt hoeveel ruimte er eigenlijk in beslag is genomen en hoeveel ruimte er effectief nodig is, dan zie je dat de verhouding een beetje scheef is. Als we dan kijken naar de onderste afbeelding, dan zien we de verticale pilaren van de Unitsky String Technologies en daartussen is een kabel op horizontale wijze gespannen. Als je dan weer kijkt naar ons aardoppervlak, dan zie je dat er nog steeds ruimte is voor de dalen en de heuvels. Dus dit impliceert ook dat er dus genoeg ruimte terug kan worden gegeven aan de natuur of aan beesten die in een bepaald leefgebied leven.
De intermediate supports, dan wel de pilaren, kunnen op verschillende spanwijdtes van elkaar worden geïmplementeerd. Dus je moet hierbij denken aan spanwijdtes van 40 meter of 288 meter of 200 meter. Op dit moment wordt dus wel in Wit-Rusland als in de Emiraten, in het Emiraat Sharjah, getest op een spanwijdte van 200 meter. Dat zijn beide 400 meter banen. Dus daar wordt al op getest, zowel op passagiersgebied als op goederengebied. Je kunt dus de intermediate supports op verschillende spanwijdtes van elkaar implementeren, net wat de klant zou willen. Op het moment dat alle intermediate supports op hun plek staan, dan worden ook de hulp intermediate supports weggehaald. Dus dat zie je op de andere plaatjes. En dan zie je uiteindelijk dat er heel veel ruimte overblijft voor onze natuur. Dus ook voor de dieren die in een bepaald leefgebied leven, dan wel wij mensen. Het heeft geen hinder. Op het moment dat de stringrail op spanning is, dan worden de uiteindes uit de grond gehaald. Die worden dus bevestigd aan zogeheten anchor supports. En daar kom ik zo meteen in de presentatie op terug hoe dat eruit ziet. Maar je ziet dus eigenlijk dat het heel efficiënt is. En dat het dus beter is dan bijvoorbeeld een huidige spoorsysteem van de NS. Of ons huidige wegennetwerk. Want het neemt gewoon minder ruimte in beslag op een niveau wat we eigenlijk heel hard nodig hebben. Je verplaatst het. En sommigen zullen zeggen, ja, maar het ontziert of het verpest mijn uitzicht. Helaas hebben wij in dit land geen recht op uitzicht. Smaken verschillen, dat is gewoon hoe het is. Maar in mijn persoonlijke bescheiden optiek is dit wel een van de mooiste sierlijke constructen die je eigenlijk zou kunnen implementeren in bestaande infrastructuur, dan wel in infrastructuur die je nog zou willen bouwen. Als we kijken naar de foto linksonder op jullie scherm in het blauwe kader, dan zien we dat het anti-derailment systeem is. En dat is het ontsporingssysteem. Dit systeem bevindt zich onder de witte kappen en het zorgt eigenlijk voor dat de modules op zijn plek blijven. Want je kunt jezelf niet veroorloven dat zo'n module ontspoort of dat de stringrail zou knappen en dan zijn alle rapen gaar. Unitsky String Technologies geeft 100 jaar garantie af op het bovenste gedeelte van de stringrail, dus dat is op de railbedding. Dus als we kijken naar de rechterkant van jullie sheet, dan zien we hoe dat eruit ziet. Dan zien we dat het bij elkaar wordt gehouden door de behuizing. Daarbinnen is opvulmateriaal geïntegreerd. En dan zien we 6 stringrails die daar op zijn plek rusten. En bovenop zien we dan het contactpunt waar de wielen contact maken. Nou, modules kunnen ook op een interval van waarschijnlijk in de toekomst tussen de 2 en 50 seconden van elkaar rijden. Op dit moment kunnen ze dat op een interval van ongeveer 20 seconden doen. Ze zijn hard op weg om ervoor te zorgen dat het straks binnen een interval van 2 seconden kan. Daarbinnen zijn ze in staat om met elkaar te communiceren. En mochten er problemen zijn bij voorliggers of achterliggers of achteropvolgende modules, dan kunnen ze dat ook onderling met elkaar oplossen. Ik sprak net over een anchor support en dit is een zogeheten anchor support. En dat is eigenlijk een opstapstation, maar daarbinnen is eigenlijk het ankergedeelte bevestigd wat de stringrail koppelt met het station. Dus vandaar dat het een anchor support heet. En ook het station bevindt zich weer op het tweede niveau, wat dus ook weer meteen laat zien dat er genoeg ruimte is voor de natuur, dat het eigenlijk geen hinder hoeft te ondervinden met bestaande wegen of bestaande gebouwen. De klant kan het wensen en alles is eigenlijk mogelijk. Zo simpel kan ik het niet maken. Dan is er ook altijd de vraag van hoe staat het nu met de ontwikkeling van de drone? Ja, de drone is in 2018 gepresenteerd aan het publiek in Wit-Rusland op het Ecofest. Daarna is een certificeringsprogramma ingegaan. Op dit moment kan hij een vermogen tillen van ongeveer 750 kilo. Misschien zelfs wel iets meer. Maar de bedoeling is dat hij straks 1500 kilo gaat tillen. En op het moment dat dat wordt gerealiseerd, dan zal hij ook direct worden ingezet om commerciële projecten te bevoorraden. Zodat mensen, de bouwvakkers in moeilijk bereikbare gebieden, hun werk goed kunnen voortzetten. We hebben 3 verschillende soorten stringrails. We hebben een stijve spoorconstruct waarbij de modules er aan hangen. We hebben een stijve spoorconstruct waarbij de modules er wel zo aan hangen als bovenop kunnen rijden. Zeer efficiënt. En we hebben een flexibel spoorconstruct. En het woord flexibel zegt het al, flexibel. Dat is een gebogen spoorconstruct. En het mooie van dit systeem is dat de modules eigenlijk onophoudelijk energie blijven opwekken. Op het moment dat ze naar het hoogste punt toe rijden, dan zullen ze wat energie nodig hebben. Op het moment dat ze naar het diepste punt toe rijden, dan zullen ze wat energie verbruiken. Op de foto's zien jullie hoe dat eruit ziet. Dus het geeft aan hoe aerodynamisch en hoe klein dat eruit ziet. En als dat op een hoogte van 12 meter boven ons hangt, dan valt het eigenlijk niet tot nauwelijks op. Door middel van staal op staalwrijving
heeft Junitsky String Technologies kunnen realiseren dat ze op die manier ook energie hebben kunnen weten op te wekken. Die energie wordt overigens ook weer opgeslagen in de accu's die de modules onderling zelf bij zich mee hebben. Dus die kunnen ze dan zelf aanbreken en ze kunnen het ook afstaan voor stedelijk gebruik. Dit is een van de vele manieren waarop Junitsky String Technologies dus de energie kan opwekken. De aerodynamica is natuurlijk ook een heel belangrijk aspect. Je kunt niet een model ontwerpen en er dan vanuit gaan dat, ondanks de scherpe randen en de hoeken, dat het dan ook heel aerodynamisch is. In dit geval hebben we een silhouet van de U-Flash. En de U-Flash is de hoge snelheidsmodule. En als we dan kijken hoe de windcirculatie er zowel voor als achterlangs overheen en onderlangs gaat, dan zien we dat het weer tot een mooi punt bij elkaar komt. Dus dat betekent dat modules die er achterop vol rijden, of in tegenovergestelde richting voorbij komen rijden, geen hinder zullen ondervinden van vuile lucht. En dat in tegenstelling tot auto's en vliegtuigen, die produceren enorm veel vuile lucht, ondanks dat ze aerodynamisch toch wel goed zijn ontworpen. Op dit moment is het zo dat de U-Flash nog in zijn testfase zit, want mensen zijn natuurlijk heel erg nieuwsgierig van hoe zit het er nou mee, wanneer zien we daar wat meer van. Het probleem is dat de testbaan in Wit-Rusland iets te kort is. Die is 900 meter en hij heeft eigenlijk minimaal een testbaan nodig van 15 tot 25 kilometer lang. En 10 kilometer heeft hij nodig om te accelereren van 0 tot 500 kilometer per uur. 10 kilometer heeft hij nodig om op zijn topsnelheid van 500 kilometer per uur te blijven. En 5 kilometer heeft hij nodig om rustig te kunnen remmen. Op het moment dat dat wordt gerealiseerd, dus daar bedoel ik mee dat er een baan wordt gebouwd, of in Wit-Rusland of in de Emiraten, daar zijn nu onderhandelingen over in gaande, dan zullen we ook weer een sprong maken in het ontwikkelingsplan. Maar op dit moment is het zo dat hij helaas nog niet zijn topsnelheid kan bereiken, maar verder is hij wel bezig om gecertificeerd te worden. Het certificeringsproces is overigens een proces wat van buiten afgaat, dus daar heeft Junitsky ook zelf niet heel veel invloed op. En dit is bijna de volledige rolling stock van Junitsky String Technologies. Alle modules behouden dus de U-Flash hebben een topsnelheid van 500 km per uur. We beginnen deze lijst van linksboven. Dan beginnen we met de Uniwind. En de Uniwind is een lichtgewicht module die plaats biedt aan twee personen en die kan worden ingezet als vervanging bijvoorbeeld voor een skilift. Dan krijgen we de Unibike. En de Unibike is het eerste geteste en gecertificeerde model van Junitsky String Technologies. En als je naar het logo kijkt van Junitsky String Technologies, dan zie je dat die daarvan is afgeleid. Dus het is eigenlijk een cursief gedrukte letter U. Dan krijgen we de Unica U4430 T1 en T3. Ze zijn eigenlijk identiek aan elkaar, behalve dat bij de een de plek is voor 6 personen en bij de ander plek is voor 18 personen. De U-Flash, zoals al gezegd, deze configuratie biedt die plaats aan 6 personen, topsnelheid 500 km per uur. Dan krijgen we de Unibus U4220T210. Deze heb je ook weer in verschillende configuraties. En hoe groter het model, hoe meer passagiers erin kunnen. Dan krijgen we de Unibus U4220T2. Ook hetzelfde geldt voor dit model. De enkele versie biedt plaats aan 25 personen en de driedubbele versie, de laatste versie, of de onderste, biedt plaats aan 64 personen. Dan zijn we inmiddels ook aanbeland bij de vijfde generatie rolling stock van Junitsky String Technologies. En deze twee modellen die zullen jullie binnenkort ook daadwerkelijk in bedrijf zien worden genomen. De Unilight. De Unilight is een lichtgewicht module en deze zal worden gebruikt voor het eerste commerciële traject wat ze nu aan het bouwen zijn naast het Ecotechnopark. Daar heeft Anatoly Junitsky zelf aan gerefereerd op het online Ecofest van 2020 tijdens de pandemie. En we hebben aan de linkerkant een nieuwe Unibus en deze biedt plaats ook aan 25 personen. En deze zal straks worden gebruikt ook in Wit-Rusland. Ook in de Verenigde Arabische Emiraten. En er zijn onderhandelingen gaande vanuit bepaalde landen in deze wereld om dit model ook te gebruiken voor hun commerciële projecten. Ook het vrachtvervoer blijft niet stilstaan. Op dit moment wordt de Unicont geassembleerd. De Unitruck is een module die mogelijk maakt om bulkmaterialen te vergoederen, evenals de Unitrans. Deze is eigenlijk een grote lopende band die in staat stelt om bijvoorbeeld gebieden die moeilijk bereikbaar zijn voor vrachtwagens, denk aan mijngebieden, efficiënter te maken, zodat ze gekoppeld kunnen worden aan havens of aan andere overslaggebieden. Dus zo zie je dat Anatoly Junitsky met zijn team van engineers eigenlijk al een antwoord heeft op heel veel vragen.
Dit alles gebeurt natuurlijk door een team van plusminus 1000 enthousiaste engineers. Anatoly Yunitskiy kan het niet alleen. Er zijn mensen in Wit-Rusland op het kantoor die dag en nacht bezig zijn om te realiseren wat hij heeft bedacht. En met daarmee ook ervoor te zorgen dat de ontwikkeling eigenlijk progressief vooruit gaat, zodat wij degene die het een warm hart toedragen dat ook kunnen ervaren. Op het moment dat het is bedacht en dat het is uitgetekend, gaat het naar de fabriek en daar wordt het in elkaar gezet. Dus hier vindt de assemblage plaats. Op het moment dat het is geassembleerd, dan wordt het getest. En wat doen ze ook tijdens de testfases? Dan gaan ze kijken van oké, is hetgeen wat we hebben bedacht, klopt dat? Of zouden we misschien iets kunnen bedenken dat het nog efficiënter kan werken? Nou, dat zie je op deze afbeelding ook. Ze hebben iets bedacht en uiteindelijk hebben ze iets nog een keer kunnen bedenken, waardoor ze deze module nog efficiënter hebben kunnen maken. Op het moment dat het wordt getest, dan gebeurt het deels ook in de fabriek. Dan gaan een heel testproces aan vooraf in speciale kamers. Maar als het eenmaal in elkaar is gezet en het wordt daadwerkelijk in de praktijk getest, dan gaat het naar het Ecotechnopark. Het Ecotechnopark is een voormalig militair oefenterrein, wat Yunitskiy heeft omgetoverd tot een florerend ecologisch testpark. Dus alles wat hierop staat is ecologisch, CO2-neutraal en energiezelfvoorzienend. Dus dat betekent dat je eigenlijk niks meer nodig hebt. Er vinden ook in verschillende weersomstandigheden testen plaats. Want sommige mensen zullen zeggen, ja, we hebben hier in Europa voornamelijk kwakkelzomers en kwakkelwinters. Maar in Azië hebben ze heel onophoudelijke regenbuien. En wat doen ze daarmee? Wat ze hebben gedaan is een regenbui nagebootst, gesimuleerd. En daar hebben ze een model letterlijk en figuurlijk onder de douche gezet. En daarbij zijn ze gaan kijken, blijft het passagierscompartiment droog? Blijft het elektronica-compartiment droog? Dus functioneert het ook in zware regensituaties? Nou, dat heeft het gedaan. Deze module is daarmee ook door de testfase heen gekomen. Dus zo zie je dat ze ook in verschillende situaties testen. Dat doen ze natuurlijk ook in winterse omstandigheden. Want in Rusland en in andere landen in Azië hebben ze te maken met zware winterse buien. Dat kunnen wij ons niet voorstellen, maar ook in de winterse omstandigheden is Yunitskiy String Technologies nog steeds in staat om door te bouwen, om aanpassingen te doen en te testen. Dus deze modules worden getest tot temperaturen van min 60 tot temperaturen tot plus 60. Dus al met al zie je dat ze een gigantisch breed arsenaal hebben wat ze kunnen bieden. Daarnaast hebben ze in de afgelopen jaren ook bestaande infrastructuur op het Ecotechnopark aangepast. Ze hebben isolatoren aangebracht, ze hebben andere aspecten aangebracht waarbij ze de energie nog beter kunnen opvangen, zodat ze de spanning nog beter kunnen reguleren. Het is altijd goed om te weten dat ze een A- en B-kant hebben, zodat de energie ook zo goed mogelijk wordt geleid. Daarnaast zijn ze ook bezig om een nieuwe testlijn te bouwen en dan zullen wij misschien denken van ja, waarom is dat? Waarom gaan ze niet commercieel? Dat heeft er puur mee te maken dat ze bezig zijn met een verandering door te voeren waarbij wij ons nog geen voorstelling van kunnen maken. Dit is eigenlijk science fiction, om het maar heel simpel te zeggen. Yunitskiy String Technologies loopt eigenlijk minimaal 10 jaar vooruit op de huidige technologie. Maar klanten hebben ook verschillende vragen en om die vragen zo goed mogelijk te bedienen wil Yunitskiy met zijn team van engineers en met Yunitskiy String Technologies ervoor zorgen dat ze ook verschillende soorten testbanen hebben. Dus ze hebben ze verschillende soorten testbanen op verschillende soorten spanwijdtes, zodat ze dus de markt kunnen bedienen met vragen die onherroepelijk straks gaan komen. Zonder dat ze dat op dat moment nog hoeven testen, zoals bijvoorbeeld Tesla wel heeft gemoeten en nog steeds moet op het moment dat zij een auto hebben ontworpen. En dit is dan hoe het eruit ziet, hoe het er zou kunnen uitzien, moet ik het beter zeggen. Dit is wel een bestaande foto. Dit is de meest efficiënte baan van Yunitskiy String Technologies. En waarom is dat? Hier kunnen twee modules gelijktijdig gebruik van maken. Boven zien we de U-Flash en onder zien we de Unibus U4220D2. Kunnen gelijktijdig gebruik maken, dus dat betekent dat ze niet meer op elkaar hoeven te wachten. En dan hebben mensen ook vaak de vraag, ja, maar hoe testen ze nou? Hoe kunnen ze nou voor zorgen dat ze hun woord waar kunnen maken? Nou, wat ze doen is testen, testen tot het oneindige. En wat ze bij deze test hebben na willen bootsen, is hoe functioneren de modules in de spits? Dus ze hebben heel veel mensen naar het Ecotechnopark toegehaald en ze zijn gaan testen. Mensen die naar het Ecotechnopark zijn geweest op het Ecofest en die daar een dag hebben gehad, dat is een dag die is tweeledig. Aan de ene kant geeft het ons de mogelijkheid om te kijken, aan de andere kant geeft het hun de mogelijkheid om te testen.
Dus kunnen hun, klopt het wat ze hebben berekend? En zo op die manier kunnen hun hun woord waarmaken. Dus alles wat ze hebben berekend middels de computer, kunnen ze langzamerhand in de praktijk ook waarmaken. Het geluid is ook natuurlijk een zeer belangrijk aspect. De modules van Unity String Technologies produceren ongeveer 85 decibel. En ik spreek dikwijls een ondernemer en die blijft dan verbaasd met hoe weinig geluid deze modules produceren. Want hij geeft altijd aan, ja, de machines in mijn fabriekshal produceren meer lawaai dan dat deze modules doen. Daarbij moet je ook nog eens een keer in acht nemen dat op het moment dat een module op 150 kilometer dan wel 500 kilometer per uur voorbij komt rijden, dat je het geluid pas hebt gedetecteerd als de module ver weg is. Dus het is zeer efficiënt. Het geeft ook de natuur en zeker de dieren in een bepaald leefgebied ook heel veel rust. Daarnaast heeft Unity String Technologies heel veel samenwerkingen. En ik heb ze niet allemaal in deze presentatie. Maar dit is een samenwerking die heel bekend is bij de Belgische mensen. Althans het bedrijf Bekaert. En zij hebben de haspels geleverd zowel in Wit-Rusland als in de Verenigde Arabische Emiraten. En dat zijn haspels met kabels op. En die kabels worden gebruikt bij de implementatie van infrastructuur van Unity String Technologies. Daarnaast heeft ook een Chinese bedrijf Lenovo datasystemen, datakasten geleverd aan Unity String Technologies. Alle data kan erdoor worden opgeslagen. Elektronica is zeer efficiënt, daar wordt goed mee gewerkt. Dus zo zie je dat Unity String Technologies door de grootste bedrijven eigenlijk wordt ondersteund. En als we dan verder gaan kijken, dan gaan we van Europa naar de Verenigde Arabische Emiraten. En dan komen we uit op het testpark in de Emiraten, wat onderdeel is van het Sharia Research and Technology Center. En wij kennen het als het Used Car Transport R&D Certification Place. En wat hier gebeurt is eigenlijk heel simpel. Ook dit is weer een grote showroom in de open lucht. Om het weer simpel te houden. Maar dit wordt straks een heel groot complex. Hier zullen straks mensen worden opgeleid. En hier worden straks ook daadwerkelijke dingen gebouwd. Er wordt nu al getest. En er zijn ook al een aantal gebouwen klaar. Het houten ecohuis is klaar. Het is het enigste houten huis in de hele Emiraten. Bij hoge uitzondering heeft Unity dit mogen bouwen. En de eerste lijn van 400 meter testlijn is nu ook klaar. Dan moeten nog een aantal infrastructuur en gebouwen worden gebouwd. Daar is men nu ook heel hard mee bezig. En waarom is dat? Het Used Car Transport and Certification Center maakt onderdeel uit van het Sharia Research and Technology Center. En wat is het Sharia Research and Technology Center? Dat is eigenlijk een verbindingshub. De Verenigde Arabische Emiraten hebben geografisch gezien een van de meest fantastische liggingen. En ze zijn op dit moment ook bezig om een omslag te maken van hoe hun groot zijn geworden naar de nabije toekomst. En hoe doen ze dat? Het Sharia Research and Technology Center is eigenlijk een contactpersoon die bijvoorbeeld presidenten en koningen in contact brengt met Unity String Technologies. En hij kan dan op zijn beurt weer laten zien wat hij heeft, dus wat hij zou kunnen bieden. Vanuit daaruit ontstaan er besprekingen en een stukje verder zie je dat er ook andere dingen uit voortkomen. Dus toen zie je eigenlijk dat de ligging van het Sharia Research and Technology Center, een innovation center moet ik zeggen, zeer efficiënt is voor Unity String Technologies. Nou, onder toeziend oog van de Sheikh van Sharia heeft Unity String Technologies onder de naam van Used Car Transport in 2019 de eerste lijn in gebruik kunnen nemen. Dus dit is de eerste lijn van 400 meter en hier wordt er getest hoe het is in warme omstandigheden. Het is onder toeziend oog van de Sheikh van Sharia gebeurd. Waarom benoem ik het weer? Omdat onder zijn supervisie, uiteindelijk onder zijn goedkeuring, Unity hier heeft mogen bouwen. Hij is ook persoonlijk betrokken bij dit project. Dus het geeft alleen maar aan wat er voor mogelijkheden zijn. In 2018 was het een 3D-tekening en toen waren een hele hoop mensen nogal sceptisch dan wel negatief. Maar als we nu kijken naar 2022 is het van 3D gerealiseerd tot werkelijkheid. Dus geef het langzaam de tijd, geef het lang genoeg de tijd en je ziet dat het uiteindelijk goed komt. Er wordt in de Emiraten op dit moment getest, zowel op passagiers dan wel op goederenvervoerders. Dus ze zijn al wat dat betreft druk bezig om te kijken wat de mogelijkheden zijn. En dan zullen net mensen denken van ja, maar dat is maar een kleine container, dat is een joker, dat is een grap. Nou, niks minder waar. Deze container zal, zoals bijna alle modules van Unity in de testfase, 5-6 keer zwaarder worden beladen dan noodzakelijk is. En waarom is dat? Dat is om ervoor te zorgen dat de stringrail zijn werk blijft doen, dat er niks knapt en dat de technologie die het moet dragen, dat het ook gewoon functioneert.
En wat nu als de modules pech onderweg krijgen? Dat kan altijd gebeuren. En niks werkt meer. Dan is er altijd nog een plan waarbij mensen middels een lier de module op een veilige manier kunnen verlaten. Goed, als je hoogtevrees hebt, wordt het natuurlijk wat moeilijker. Maar goed, er is natuurlijk in extreme situaties zou dit mogelijk zijn. 9 van de 10 keer kunnen ze het oplossen, kunnen de modules onderling met elkaar communiceren om het ook op te lossen. In de afgelopen jaren, Unitsky String Technologies is onder de noemer van U-Sky Transport nu 4 jaar actief in de Emiraten, hebben ze een hele hoop certificaten weten te fungeren. En dit is een certificaat dat aangeeft dat de infrastructuur binnen de Emiraten goed is gekeurd. Dus nu kunnen mensen met een gerust hart instappen en kunnen ze goed testen. Dat is een heel belangrijk certificaat. Een ander belangrijk certificaat is door de organisatie ISO afgegeven. Dat is een management certificaat. In Wit-Rusland hebben ze al eerder zo'n certificaat gekregen, maar in de Emiraten hebben ze het nu ook. Dus we hebben hier te maken met een instantie die gewoon volledig is doorgelicht, de zwaarste audits heeft doorstaan en die dus een certificaat heeft gekregen. Wat aangeeft dat alles op orde is en dat ze gewoon een goed bedrijf zijn. Ook in de Emiraten is Unitsky String Technologies tot een wetenschappelijk bedrijf verheven. Dus zo zie je dat ze op verschillende continenten actief zijn en op verschillende continenten zijn ze actief op een ander niveau dan daar waar ze op zijn begonnen. Dit zijn hele belangrijke certificaten. Mensen denken vaak, ja, ach, weer een certificaat. Nee, dit soort certificaten heb je nodig om verder te komen. Heb je dit soort certificaten niet op zak, kom je uiteindelijk ook niet verder. Dan blijft je idee een idee. Anatoly Yunitskiy heeft een aantal maanden geleden de enkel support voor testlijn 4 zelf gecontroleerd. Klopt alles wat ik heb berekend? Nou, alles is goed bevonden. En toen zijn ze begonnen met de bouw. Nou, de infrastructuur zoals de stations, staan er al een tijdje. Maar inmiddels worden op dit moment de stringrail wordt gespannen, zoals we dat op de foto's kunnen zien, hoe dat eruit ziet. En dan zie je dat het ook daadwerkelijk letterlijk aan de intermediate supports wordt gehangen. Dus op dit moment zijn ze al vrij ver. Deze foto's zijn inmiddels al iets ouder. Ze zijn al iets verder. Maar eigenlijk is het al niet meer bij te houden hoe snel de ontwikkelingen gaan. Ook testlijn 2, ook 2,5 kilometer lang, wordt op dit moment hard klaargemaakt om in gebruik te kunnen worden genomen begin volgend jaar. We kijken hier op de linkerfoto vanaf het dak uit op de bogenconstructie. En op de foto's aan de rechterkant zien jullie hoe het er straks uit zal gaan zien. Als ik het kort samenvat, dan is dit transportsysteem innovatief, milieuvriendelijk, CO2-neutraal, beter voor mens en natuur. En ik kan die lijst alleen maar langer maken. Wil je meer informatie hebben, dan verwijs ik jullie even naar www.skyway.capital. Daar kun je heel veel informatie vinden. Als we dan nu verder gaan met de updates, dan zien we dat het eigenlijk een onophoudelijke stroom is van nieuwsberichten, mediaberichten. En dit alles is door CNN gekomen een paar jaar terug. En die hebben het vuurtje eigenlijk aangestoken. En sindsdien is het een komen en een gaan van journalistieke partijen. En sommige mediabedrijven hebben in het verleden gebericht over Unitsky String Technologies. En dat was vrijwel altijd sceptisch. En aan de ene kant kan ik ze daar geen ongelijk in geven. Je krijgt te maken met een systeem wat je niet kent, wat niemand kent. En ja, dat is eigenlijk gewoon hoe de meeste mensen reageren. Wat de boer niet kent, eet hij niet. Daarmee is ook alles gezegd. Maar het mooie is vaak wel dat op het moment dat mensen vroeger negatief zijn en dan dit proces volgen, net zoals de mensen die hier al langer in participeren, dan zien ze dat er een ontwikkeling komt. En uiteindelijk, als je dan een bericht in de media krijgt van een partij die in het begin heel erg sceptisch waren, maar die nu zeggen van dat dit een van de beste systemen is die je zou kunnen implementeren in bestaande, dan wel in infrastructuur die je nog zou moeten bouwen. Ja, dat geeft enkel aan waar we naartoe gaan. Unitsky is binnen de hoogste konterijen op deze aarde bekend. Op deze foto zien we koning Letsi III van Lesotho. Lesotho is een land op het continent Afrika, wat zijn grens deelt met Zuid-Afrika. En zij willen eigenlijk een lijn hebben van het land Lesotho naar de havenstad Durban in Zuid-Afrika, zodat zij ook nog op een efficiëntere manier goederen kunnen transporteren, zonder dat het over de weg hoeft, zonder dat het dagen onderweg hoeft te zijn. Dus dit alles kun je terugvinden ook op de officiële kanalen. Dit zijn onderhandelingen die achter de schermen plaatsvinden en die af en toe dan worden gedeeld met de media. Hetzelfde geldt voor het land Rwanda. En Rwanda is een land
Wat eigenlijk ook een opbouw heeft gehad. Afgelopen of oktober in 2021, moet ik zeggen, is de ambassadeur van Rwanda, Emmanuel Hategeka, afgereisd naar Shaya en die is met eigen ogen komen kijken naar wat daar gebeurt. Die was zo enthousiast dat hij een aantal maanden later nog terug is gekomen met Claire Akamansi. En zij is een hele invloedrijke persoon in Rwanda, want zij is verantwoordelijk voor de toekomst voor Rwanda. Zij heeft, zij stippelt de toekomstvisie voor Rwanda uit. En ze zijn aan het kijken naar de mogelijkheden voor Rwanda. Ja, we zien Anatolie ook op deze presentatie, dus dit betekent op het moment dat je Anatolie Uniski op een presentatie ziet, dat er achter de schermen al heel veel gaande is. En wat wil Rwanda? Rwanda wil een lijn van ongeveer 20 kilometer lang van de internationale luchthaven naar de stad Kigali. Die willen zij hebben en daarvoor zijn ze aan het kijken welke twee modules ze daarvoor zouden kunnen implementeren. Dus we kijken hier naar een potentieel commercieel traject. Nou, afgelopen vrijdag is er een event geweest in Indonesië. En in Indonesië zijn ze heel erg enthousiast over de technologie van Anatolie Uniski. Ze hebben daar een overeenkomst getekend. En waar gaat die overeenkomst over? Die gaat over een commercieel traject van plusminus 8 kilometer lang van een metrostation naar een internationale shoppingmall. En als we dan kijken naar de tekst, dan zien we dat als je dat traject moet afleggen met de auto, dat je ongeveer 25 minuten kwijt bent. Doe je dat met de bus, ben je 50 minuten kwijt. Maar doe je het met Uniski String Technologies, dan ben je 3 minuten kwijt. Dus zeer goed nieuws. Dus jullie zien hier eigenlijk al twee trajecten die er zouden kunnen komen. Waarvan deze zeer concreet is. Daarnaast is ook concreet het 15 kilometer lange traject in Dubai. Dit is bevestigd door Nadezhda Kosareva op de site www.uniski.com. Daar kun je dit ook over terugvinden. Dus ook in Dubai zie je dat daar stappen worden genomen om dit systeem te implementeren. De RTA heeft op de afgelopen InnoTrans hebben zij met een stand gestaan en ze hebben daar ook een module van Uniski String Technologies mee naartoe genomen. Volledig met het logo van Uniski erop en zoals dat eruit gaat zien. Dus we zien dat de RTA ook al bezig is achter de schermen om te kijken naar de mogelijkheden. Dus achter de schermen gebeurt er vele malen meer dan dat wij in de gaten hebben. Dan ook geldt het ook voor de Emiraten Sharjah. En wat geven ze in Sharjah aan? Naast positieve certificering zullen we gaan starten met het realiseren van een aantal commerciële trajecten in Sharjah. Nou goed, nu weten jullie dat er ook een traject rondcirculeert van ongeveer 130 kilometer lang van het Emiraat Sharjah naar de oostelijke havenplaats Korfakkan. En in Korfakkan zijn ze ook aan het kijken voor een traject van 15 kilometer lang om daar alle toeristische hoogtepunten met elkaar in te koppelen. Dus je ziet eigenlijk hier al de eerste commerciële trajecten gewoon voor je ogen ontstaan. Het duurt wel heel lang, dat realiseer ik ook. En net die sommers, mijn collega, we realiseren ons dat. Maar uiteindelijk zien we nog steeds een groei, we zien vooruitgang. Daarnaast heeft Uniski String Technologies ook internationale samenwerking met universiteiten. En waarom is dat? Dat is om ervoor te zorgen dat wereldwijd studenten kunnen afstuderen op producten van Uniski String Technologies, zodat ze straks ook kunnen werken binnen Uniski String Technologies. Dus dit zijn eigenlijk hele belangrijke aspecten. Wat maakt dat dit eigenlijk een van de beste kansen is die men op dit moment terug zou kunnen geven aan onze aarde. En dat bedoel ik dan dat overheden dit zouden kunnen aankopen in plaats van bijvoorbeeld nieuwe bussen. Het bevindt zich op vele aspecten. En dit is een commercieel traject wat ze in Vietnam zouden willen hebben. En in Vietnam heeft Vladimir Maslov, die inmiddels een aantal maanden met pensioen is gegaan, maar heeft daar een bedrijf opgestart via Transnet. En via Transnet neemt de honneurs waar voor Uniski String Technologies in Zuidoost-Azië op het gebied van commerciële trajecten. Dit is een potentieel commercieel traject voor Vietnam. In Vietnam zijn ze gigantisch hard aan het werk voor de crowdfunding. Dat is ongelooflijk hoe gefocust, gedecideerd die mensen daar bezig zijn om ervoor te zorgen dat Uniski String Technologies werkelijkheid gaat worden. Persoonlijk vind ik dat een heel mooi voorbeeld hoe mensen zo positief kunnen blijven en ervoor kunnen zorgen dat er vooruitgang komt. En dat ze eigenlijk de hele wereld daarbij meenemen. Een commercieel traject
neemt ongeveer 2 jaar in beslag om dat te realiseren. Binnen die 2 jaar heb je te maken met verschillende situaties zoals feasibility studies, het bouwproces. En uiteindelijk kom je dan bij, als alles meewerkt, bij 24 maanden dat je een commercieel traject kunt realiseren. Deze sheet is te vinden op de officiële site van www.ust.inc. Dus www.ust.inc. Daar kun je heel veel informatie terugvinden, ook deze sheet. Zoals ik in het begin van mijn presentatie aangaf, ben ik professioneel gebruiker van de applicatie AdvoHunter. En wat is AdvoHunter? AdvoHunter is een applicatie die het mogelijk maakt middels augmented reality om modules van Unitsky String Technologies. Modules van Unitsky String Technologies te visualiseren. Dus om mensen op die manier een hele goede indruk mee te geven. Nou, dat zien we hier ook in deze omgeving, hoe dat eruit ziet. Dus zo zouden de modules eruit kunnen zien. En op deze manier zijn er al een aantal hele belangrijke contracten gesloten. Hele belangrijke gesprekken geweest. De contracten worden natuurlijk niet aan ons bekendgemaakt. Maar dat het middels deze technologie een stapje verder is gekomen, dat is één ding wat zeker is. En hier zien we Anatoly Unitsky ook weer in gesprek met afgevaardigen van het emiraat Abu Dhabi. Abu Dhabi is de hoofdstad, of tenminste de hoofdstad van de Verenigde Arabische Emiraten. En ook zij willen, als alles meewerkt, 3 commerciële projecten in Abu Dhabi hebben. Meer informatie zal in de komende tijd met jullie worden gedeeld. Maar het geeft dus aan wat er achter de schermen al gebeurt. Dus mensen die nu veelal aangeven, ja, maar ik zie geen commercieel traject, ik zie geen verandering. Als je deze presentatie hebt gezien, dan zie je een aantal mogelijkheden die op ons staan te wachten. Dit zijn de informatiekanalen die je kunt raadplegen of als je meer informatie wil. We hebben een Facebookgroep, we hebben een Skypegroep, de officiële kanalen van Unitsky staan hier. En als je je backoffice wil bezoeken, dan ga je naar www.skyway.capital. En daar kun je heel veel informatie over terugvinden. Mocht je nog vragen hebben, mocht je met een probleem zitten aangaande je account of een andere vraag waar je even niet uitkomt, dan kun je net die Sommers of mij altijd contacteren. Wij zijn er voor jullie. Op dit moment is het zo dat wij niet meer bereikbaar zijn voor vragen van participanten die zeggen, ja, ik ben er vanaf 2016 participeer ik, maar ik ben de rode draad een beetje kwijt. Wij geven eigenlijk 52 keer per jaar een webinar, 52 weken onophoudelijk. Daarnaast geven we ook offline presentaties in het land. Je bent natuurlijk van harte welkom, want wij ervaren en wij merken dat er heel veel vragen zijn. Maar op het moment dat er een kans is om die vragen beantwoord te krijgen, dat er niemand is. Dat is zonde. Ons heb je er niet mee, maar je hebt uiteindelijk wel jezelf ermee, omdat je uiteindelijk daardoor wel de rode draad kwijtraakt. Wij willen jullie met alle liefde en plezier op de hoogte brengen van alle ontwikkelingen. We willen ons gigantisch hard inzetten om jullie vragen beantwoord te krijgen, zodat jullie met een gerust gevoel, met een gerust hart de ontwikkeling kunnen volgen. Die ik voor jullie zo simpel mogelijk probeer te maken met de informatie die ik deel op social media, zodat jullie het allemaal goed tot jullie kunnen nemen. Ik ben hierbij aan het einde gekomen van mijn presentatie. Ik wil jullie ontzettend danken voor jullie tijd, aandacht en energie. En ik hoop jullie te mogen verwelkomen op de eerstvolgende presentatie die aankomende donderdag gegeven zal worden door mijn collega Nettie Sommers. En zij zal jullie ook weer op de hoogte brengen van de laatste updates en de laatste nieuwtjes over dit mooie project Unitsky String Technologies. Ik wens jullie nog een fijne avond en maak er wat moois van.